Goedenavond allemaal, wij staan bij Venlo op een brug boven de Maas. En ja, hier zie je hoe hoog het water op dit moment staat. Het loopt heel snel de uiterwaarden in. Op dit moment is het zeker zo'n 3 meter hoger dan normaal. Je ziet ook overal boomstammen voorbij drijven, andere rotzooi. Net kwam er ook al iets van een caravan, leek het wel, een stuk van een caravan voorbij. Het is langs de kade vrij gevaarlijk aan het worden, maar hierboven op de brug kun je alles mooi bekijken. Ja, als je even meekijkt hier naar beneden, dan zie je echt van alles voorbij drijven. Dat is ook de reden dat er op dit moment geen scheepvaart is. Dat is veel te gevaarlijk. En mensen wat verder stroomafwaarts, ja, dit komt allemaal nog naar het noorden van Limburg en ook naar Brabant uiteindelijk. Dus mocht je spullen, auto's, andere bezittingen hebben die binnen bereik van het water staan, haal het weg. Want dit komt nog allemaal die kant op de komende 2 à 3 dagen. Wij staan nu in Arsen en langs de Maas ook weer, maar wel echt ver van de Maas, bij de Maas vandaan. Daarachter, helemaal in de verte, dat strookje water vlakbij die kerk, dat is de eigenlijke Maas. Maar je ziet dat het water hier al tegen de dijk staat. Het is echt nog een half metertje en dan komt het er toch wel overheen. Ze zijn hier met man en macht zandzakken aan het leggen een eindje verderop. We hebben net ook even meegeholpen om het water maar tegen te houden. Maar her en der kwam het toch al door de muur heen, tussen de schotten door. Dus het moet voor deze mensen hier echt niet te ver meer gaan stijgen. De vraag is natuurlijk of dat ook niet gaat gebeuren. Wij vrezen van wel. Nou, en dit water, ook dit water, trekt langzaam richting Noord-Limburg en uiteindelijk ook richting Brabant. Hier is de waterhoogte ook ongeveer 3 meter boven normaal peil. Misschien nog wel meer zelfs. En daar zal nog wel een halve meter tot een meter bij komen. Dus het is de vraag hoe de gebieden hier morgen erbij liggen.